Hoi Schorpioen, ik moet jullie video nog een keertje overdoen en dat is heel vervelend, maar het is niet anders. Ik hoorde dat, of ik zag aan de reacties van jullie, dat er geen beeld was. Dus ja, dan is het ook niet echt handig natuurlijk. Ja, Schorpioen, het is het Keltisch kruis, een traditionele legvorm. Mocht deze video niet met je resoneren, gooi het gewoon weg. Kijk even verder. En als je het wel leuk vindt, laat het dan ook weten. Druk even op de button van de abonnees. Dat is gratis. En dan krijg je de filmpjes altijd op tijd te zien. Schorpioen, ik had de Justice kaart voor jullie. Het heeft te maken met een balans in het universum. Het universum heeft altijd het laatste woord in iedere situatie natuurlijk. Ook al denken wij mensen vaak dat wij het voor het zeggen hebben. Maar het universum kan door alles heen kijken, zal maar zeggen, en weet wanneer er balans is en wanneer niet. En ik heb het idee dat dit te maken heeft met contracten, rechtszaken, misschien ook wel beslissingen in een bepaalde vorm. Maar het heeft te maken vaak met rechtvaardigheid, de balans herstellen. In een bepaalde situatie. Ook een beslissing. En ik zag net dat het vooral een beslissing is van afwijzing. Dus het kan zijn dat iemand jou afwijst of afgewezen heeft, Schorpioen. Of jij iemand anders hebt afgewezen. En er is geen interesse. En dat brengt een beetje chaos. Het zorgt er eigenlijk voor dat er een beetje disruption plaatsvindt. Want ik zie hier ook de toren. De toren valt als iets niet op goede grondvesten gebouwd is. En dat kan zijn dat je een hele lange tijd hebt gedacht, oh, iets werkt perfect, het gaat hartstikke goed. En dan in één keer krijg je de toren. Je ziet ook de lovers van de toren vallen. En dat is eigenlijk om alles weer opnieuw op te bouwen, maar dan op een goede manier. En soms gebeurt dat heel abrupt. Is het een moment dat je denkt dat je even schrikt? Al schrikt de Schorpioen natuurlijk niet zo snel, maar de toren is eigenlijk een soort, iets wat als een kaartenhuis in elkaar stort. Of dat nou een business is, een vriendschap, een werkrelatie, maakt niet uit, familie. Het heeft altijd een goede bedoeling. Het is nooit om je te straffen. Het is altijd om dingen weer in balans te brengen. Want het suggereert eigenlijk dat voorheen er een illusie heerste. Een illusie op een of andere manier waardoor de toren moest komen. En ik denk dat je het niet zag aankomen. Je dacht, dit is het, dit is het. Het is zoals het is, het gaat goed. Maar misschien moet je wel wat dingen rechtzetten voor jezelf. Dat die toren niet zozeer te maken heeft met andere mensen, maar meer met jouzelf. Dat je je heel lang hebt vastgehouden en dat er nu dat er eigenlijk een weg vrij wordt gemaakt voor emotionele vervulling. En ik denk voorheen dat er geen emotionele vervulling was en dat het universum vindt dat niet oké. Dus die roept de toren in het leven om de boel een beetje op te schudden. Het zorgt er ook voor dat er chaos is hier en daar. Maar dat is nodig omdat er waarschijnlijk een grotere emotionele vervulling voor jou wacht, Schorpioen. En een nieuw en spannend avontuur. Hè? Je gaat, je laat het oude achter je en je gaat op weg naar het nieuwe. En misschien ben je aan het evalueren, wat wil ik dan? Je wil vooruit, dat is wat jij wil. Je wil geen stagnaties meer, geen blokkades meer, geen lastige dingen. Je wil vooruit in je leven. En je komt eigenlijk een beetje naar de rand toe nu. Je komt een beetje, en je moet gaan kiezen, je moet gaan beslissen. Ga ik links, ga ik rechts? En je wil ook niet dat dingen je financiën beïnvloeden. Je vindt het lastig als dat wankelt. Dus je houdt je heel erg vast aan die financiën. Maar je weet dat je een beslissing moet maken. En dat
dat heeft te maken met je stabiliteit en zekerheid. En het is of je gaat er helemaal voor of de toren valt. Het is net of er hier geen tussenweg is. Of je doet het juiste. Hè? Intuïtief weet je vaak wat het juiste is. Of de toren valt. Eén van de twee. Of de toren is al gevallen. Hè? Dat kan ook. Dat je te maken hebt misschien ook wel dat iemand fundamenteel van jou verschilt. Dat je met iemand te maken hebt of met een werksituatie of een persoon die eigenlijk heel erg anders is dan jij. En dat kan daar ook mee te maken hebben dat iemand jou heeft afgewezen vanwege de te grote verschillen in de connectie. Dat er weinig overeenkomsten zijn en dat iemand daarom de toren heeft laten vallen. Dat iemand eigenlijk gekozen heeft om zijn eigen weg te gaan, los van jou. En het heeft dus alles te maken met dat nieuwe pad wat je opgaat. Nieuwe pad wat je gaat bewandelen. En het maakt niet uit welk pad het wordt, want ieder pad heeft zijn eigen lessen. En via elk pad kom je dan toch weer, zoals er leiden meer wegen naar Rome. Of je nou dit of dat pad gaat, je komt uiteindelijk toch waar je moet zijn. En misschien heb je ook nog wel meer informatie nodig over je nieuwe pad. Misschien kan iemand jou daarbij helpen. Ik heb het idee dat je met een hele sterke verbinding te maken hebt, Schorpioen. Echt een soulmate. Maar dat deze persoon heel erg van jou verschilt. En dat deze persoon eigenlijk heeft gekozen voor zijn eigen pad. Los van jou. En misschien is dat ook wel die gerechtigheid en dat torenmoment wat ik zei. Iets wordt rechtgezet omdat het klopte niet op een of andere manier. Er was, ja. En deze persoon zegt eigenlijk, wij willen niet hetzelfde in het leven. Wij zijn het zo verschillend en wij willen allebei een andere kant op. En het gaat er ook om, Schorpioen, wat wil jij? Wat wil jij? En ik heb het idee dat je intuïtie jou een hele hoop vertelt. Dus het is heel belangrijk om in deze te luisteren naar je intuïtie, wat jij wil. En je kunt dus niet meer half. Er moet een beslissing genomen worden. Ga ik ervoor? Ga ik er 100% voor? Of ik laat het vallen en het is klaar. Maar ik denk wel, door het afscheid, door het moment dat de toren valt, of dat je een beslissing neemt, dat je zelfvertrouwen veel meer groeit. Dat jij je zelfvertrouwen terugkrijgt als je iets achterlaat. En dat klinkt heel raar, maar door definitieve knopen door te hakken in verband met onze intuïtie, wat we echt zelf willen, waar we voor kiezen, wat we echt diep van binnen voelen als zijnde de waarheid, dan stroomt het universum met jou mee en krijg je ook al die blessings van het universum. Ga je daarentegen tegen je eigen intuïtie in, dan zal het universum jou een torenmoment brengen. En dat betekent dat iets opnieuw opgebouwd moet worden, omdat het niet klopt. Het klopt niet. Dus in hoeverre luister jij naar jezelf, Schorpioen? Maar ik weet wel zeker, als je afscheid neemt van je oude ik, of weggaat, of een keuze maakt, dan groeit jouw zelfvertrouwen daardoor. Omdat je namelijk dan pas een beetje ontwaakt. Je wordt een beetje wakker geschud. Het is niet om jou te straffen, het is om jou daar te brengen waar je moet zijn. Namelijk bij de waarheid. En als wij zijwegen bewandelen, komen we uiteindelijk ook bij die waarheid. Alleen het gaat een stuk trager. Dus dat is wat ik voor jullie heb, Schorpioen. Bedankt en sorry dat er niks te zien was op de video.